We staan aan de molenkamp nummer 2 en hier is een echte glasblazerij. En daar willen wij wat meer van weten, dus Ad en ik gaan er eens een kijkje nemen. Hoe is glasblazerij ontstaan? De glasblazerij is ontstaan door mijn vader, die vroeger glasinstrumentmaker was, in dienst bij een chemisch bedrijf. Die is op een gegeven moment ontslagen, voor zichzelf begonnen met glasblazen. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. En zo is de glasblazerij eigenlijk ontstaan, uit een eenmanszaak van mijn vader. Maar nou eventjes terug naar gewoon de glasblazerij. Waarom zijn er producten die glasgeblazen gemaakt worden? Er zijn een aantal producten in de verlichtingswereld die altijd van glas gemaakt moeten worden, omdat er geen ander materiaal voorhanden is. En er zijn ook producten in de laboratoriumsector die specifiek alleen van glas gemaakt kunnen worden. Waarom zit uw bedrijf in Nuenen? Ons bedrijf is in Nuenen gesitueerd in verband met de klantenkring die hier ook rondom Eindhoven en Nuenen zit. Op een gegeven moment was het zo dat onze locatie nabij Utrecht te klein werd voor onze productie. We moesten op zoek gaan naar een groter pand. En dan is het niets makkelijker dan aan de rand van Eindhoven, de lichtstad, je bedrijf te vestigen. En die klinkt leuk, ja, die lichtstad. Want klanten, aan wat voor klanten moet ik denken? Veelal lichtreclamebedrijven, chemische bedrijven die analyseapparatuur maken. En ook in de particuliere sector relatiegeschenken en dat soort dingen. Wat is glasblazen? Glasblazen houdt voor ons in dat het verwarmen is van halffabrikaten, van buizen en staven door middel van branders, waardoor het glas warm wordt en dan vloeibaar wordt en op zo'n manier het glas te vormen. Nou, onze interesse is erg gewekt. Zouden wij misschien een kijkje in de fabriek mogen nemen en dat Ad u nog wat vragen stelt? Dat zou ik hartstikke leuk vinden om eens te laten zien hoe dat hier aan toe gaat. Dit zijn in feite de halffabrikaten voor het hele productieproces. Ja, zoals u kunt zien, in dit pak zitten de buizen in. Daar liggen de buizen voor de neon, dit is voor het laboratorium. Deze worden dan verwarmd en gevormd tot een product. Hout. Wat gebeurt hier op dit moment? Hier worden de neonbuizen verwarmd op een grotere brander, zodat er grote bochten ingemaakt kunnen worden. In de vorm van een letter, zoals die staat op de 1-op-1 tekening die daar op de tafel ligt. Okay. Kan die meneer zo zijn handen daar... Wordt dat niet warm? Nee, glas is een materiaal wat heel slecht verleidt, ja. In tegenstelling tot metaal. Daardoor is het zo dat je vlakbij waar het warm is, kun je het glas gewoon beet blijven houden. Ja. Zonder dat je je handen verbrandt. Nu kijkt hij boven de tekening of het glas op de juiste maat is. En dan streept hij met een glaspotlood de juiste maat af. En verwarmt hij de rest. Het glas dient op de juiste dikte gehouden te worden dadelijk als het warm wordt door erin te blazen. Ja. Daardoor blijft het op dezelfde diameter en de wanddikte van het glas gelijk. De kunst is eigenlijk om het glas warm te maken. En het dusdanig te verwarmen dat je het glas niet uit elkaar trekt, maar dat het precies in één lijn blijft. En hij draait het glas, omdat het glas anders naar één kant naar beneden zou zakken. Nu zie je langzaam uit een glazen buis zie je een letter ontstaan. De kleuren dat wordt dadelijk. Eerst wordt het glas van binnen helemaal gereinigd. En daarna komt er fluorescentielaag in. En dat gebeurt in een tweede fase van het productieproces. Je kan nu ook, dit is helder glas, je kan ook kiezen om glas te buigen met een bepaalde kleur. Dan begin je alvast met een bepaalde basiskleur. Dat is alvast voorgekleurd glas. Ja. Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om de kleur te maken. Het soort glas wat je in het begin gebruikt, dus hier bij het buigen. Dan de stap 2, de fluorescentiepoeder. En stap 3, het soort glas wat er in de buis komt. Okay. En die combinatie van die 3, die maakt de kleur. Ik kan ook nog een stukje laten zien van het laboratorium met zo'n grote bol. Wat hier gebeurd is het maken van een plasmabal. Dat doen we ook voor musea. Dat is een grote bol met die stralen erin, zoals je ook wel in de jaren 80 gezien hebt in het klein. Maken wij die hier in het groot. Speciaal voor musea. En om scholen te kunnen laten zien hoe precies die gasontlading werkt.
Dus dat gereedschap, dat is allemaal van koolstof gemaakt als je met warm glas werkt. Dat wordt door onszelf, wij kopen dus platen koolstof of grote blokken koolstof en dan zagen we zelf er zeg maar gereedschap van. Hier worden het binnenste deel, de elektrode, ingesmolten in de grote bol. En dadelijk wordt die met een bepaald gas in de oven afgevuld. Is de bol is die ook hier gemaakt? Nee, de bol is zeg maar een half fabrikaat die door ons bewerkt wordt. En dat, die wordt dan ingesmolten en zover gereed gemaakt om te kunnen pompen. Een mooi lampje. Wat hier gebeurt is stap 3. De elektrodes die worden op de buis gezet. Om zo dadelijk een elektrische ontlading te kunnen creëren. De kleur zit inmiddels al in de buis, door middel van de fluorescentiepoeder. Dan haalt hij het overtollige glas weg. En dan last hij een elektrode erop. Dat is een stuk glas waar metaal al ingesmolten zit. Het blaast het nu zo dun dat je er gewoon, als je de brander erop zet, dat het glas open gaat. En nu wordt zeg maar de elektrode aan de buis vastgelast. En het gas erin brengen is een volgende stap. Ja, dat is de volgende stap. Dat is eigenlijk de laatste stap voor het maken van een TL-lamp of een neonbuis. Oh. Maar de rest van de stappen is in principe gelijk. Ja, ja. Er zijn wel nog opleidingen voor glasinstrument maken. Er is er één en die zit in Leiden. Dat is de Leidse Instrumentmakerschool. En dat is de enige in Nederland? Dat is de enige in Nederland. Hier worden de elektrodes, die worden naar hoogfrequent verwarmd, zodat ze ontgassen. Daarna wordt de oven gesloten, wordt die op temperatuur gebracht en ondertussen wordt het vacuüm gezogen. Als dan alle verontreinigingen uit de buis zijn, worden ze afgevuld met een edelgas. Dat kan zijn argon of neon of een combinatie van de twee. Ja. Door het soort edelgas bepaal je dan ook de uiteindelijke kleur. Neon brandt rood en argon brandt blauw. Als hij zo alle elektrodes één voor één heeft behandeld met het hoogfrequentapparaat, dan wordt de oven gesloten en dan wordt hij opgevoerd naar temperatuur, zo hoog mogelijk, zodat het glas net niet vervormt. En dan worden de buizen volledig vacuüm getrokken. Als de buizen daarna weer afgekoeld zijn, worden ze gevuld met het edelgas. Terwijl ze onder vacuüm staan, wordt de oven nu gesloten en worden alle systemen die in de oven zitten verwarmd.